Salut! Salut! Er komt een kleine Juju Alaphilippe voorbij. Ja, met een gebreid wereldkampioen truitje. Mooi, hè? Ja. Gekromd ruggetje met zijn vader. Maar om even terug te komen nog van de wedstrijd. Ja. Hoe knap is het dat je dus wel die wedstrijden waarvan je weet, oké, nu moet ik goed zijn, dat je dat dus altijd goed bent? En dat je gewoon weet dat je dus 's ochtends opstaat, oké, waar als pijl. Ik weet dat ik, nou, als ik goed ben, win ik vandaag. En dus de weken daarvoor ook, weet je ook, waar als pijl komt eraan. Voor de vrouwen is dat de afgelopen jaren, nou, misschien wel de grootste koers van het voorjaar geweest telkens. Zeker in de jaren dat er geen Amstel Gold Race en geen Luik-Bastenaken-Luik werd verreden. En zij was gewoon altijd op de afspraak. Dat is wel echt ongelooflijk knap. Hoeveel sporters doen dat nou? Wie is er nou elk jaar op dat ene moment helemaal top? Valverde. Leek mij het enige logische antwoord op deze retorische vraag. Ja.